kijken naar weer een nieuwe vlog. Ik ben nu bij een geheime locatie in Nederland. Want ik heb happy hour met YouTube. Dus ja, daar heb ik echt heel erg veel zin in. Nou, we hebben leuke stickers gekregen van YouTube. Oh, wacht, hier. En muntjes. En ben je al bezig? Je haar, ja. Je moet sowieso die methode. We zijn nu. Eerst olie in haar. En dan pas met shampoo wassen. En dan weer conditioner. Zo. Het is jou. Hey! Hey. Ivana is er ook en George en nog veel meer anderen. Want het is heel erg gezellig. En dit is al mijn derde brownie. Je hoeveelste brownie? Ja? Wat zei je? Volgens mij mis je een vinger hoor. Weet je het zeker? Ja, dit is echt mijn derde. Echt waar? Ja. Hier is een tof event waar we naartoe kunnen. Een drukke stad. Of de dierentuin. Marina, zeg het maar. De dieren. Jullie gaan naar de dierentuin. Alright, gaan we even kijken wat jullie gaan doen in de dierentuin. Hey, Steven. Even kijken, Steven. En Marina. We kunnen een music video maken. Of iets met paardrijden. Paardrijden voor mij niet. Weet je wat? We gaan het zo doen. Jullie gaan een muziekvideo maken met paarden. Te paard. Alright. Marina, hoe ziet dat eruit voor jullie? Welk kanaal heb je? Ik vlog elke dag. Dus ja. Waarom vlog je in de dierentuin? Ja. Met muziek. Ja. Met paarden. Nou ja. Maar ligt het jou een beetje? De dierentuin en paarden en muziek? Past dat op jouw kanaal? Ja, nou ja, ik hou heel erg van paarden. En de dierentuin ga ik soms naartoe. En ja, muziek vind ik ook leuk. Dus ja. Kijk. Perfect. Deze is op jouw lijf geschreven. Ja. Steven, voor jou? Zelf doe ik montage, zeg maar, en aftermovies. Dus we kunnen natuurlijk gewoon een leuke dag hebben. Met de paarden. In de dierentuin. En dan gewoon een leuke muziekvideo van de aftermovies maken. En dan hebben we jouw vlogje natuurlijk. Natuurlijk gewoon meegaan. Dat is geen slecht idee eigenlijk. Wat een tijd! Eigenlijk ben je er heel snel uit samen. Ja. Maar wat voor, want dat komt natuurlijk even puntje bij het paaltje. Wat voor muziek gaat dit worden? Met paarden, in de dierentuin en jullie twee kanalen? Ja. Heel erg stereotypisch zou natuurlijk country zijn, maar. Nou, jij een leukere muziek. Wat voor muziek zie jij? Ik denk Happy Hardcore. Happy Hardcore. Maar dat paard is helemaal plat. Wat is jouw ervaring met paarden en Happy Hardcore? Ja, mijn vriendin die heeft twee eigen paarden. Van haar heb ik eigenlijk het hardcore geleerd, zeg maar. Echt waar? Ja. Dan heb ik het ideale contact voor haar. Ik voel het helemaal in haar hardcore zien. Ja, maar Happy Hardcore. Kan ook. Alles. Hey, maar bij dat hardcore, Marina, hoort ook dansen, toch? Hoe gaat dat eruit zien in jullie videoclip? Doe maar voor. Nee, dat gaat ook op een paard. Je zit op een paard. Ja. Ja. Dat is heel simpel. Dat wordt gewoon stampen! Ik ben heel benieuwd. Op welk kanaal komt de video? Op allebei? Juist. Ja. Op allebei. Ik doe een vlogje bij jou en dan een aftermovie bij mij. Ja. Jongens, volgens mij wordt dit een hele leuke samenwerking. Ik zie hem graag tegemoet. Dankjewel. Yes. En er staan nog veel meer namen op. Maar als we daarmee doorgaan, dan zijn we het hele event. Nou, we hebben net heel erg leuks gedaan, want iedereen had 3 briefjes, die moest je invullen. 1 stond wie je bent, die plakte je op een bord waar iedereen het op plakte. 2 was waar je ooit een samenwerking zou willen, gewoon een locatie, maakt niet uit wat. En toen had ik Amerika. En 3 was wat je dan ging doen. En ik had paardrijden. Ik was met Steven, zoals jullie hadden gezien. Dat was echt super gezellig.
Ik ben Ivana en ik maak travel vlogs op mijn kanaal Travel Vlog. Waar moet ik kijken? Travel Vlog Yves. Ja, helemaal goed. En ja, ik reis de hele wereld over en dan neem ik jullie mee op reis. En dan ga jij ook mee. Ja! Wil je mee naar Suriname? Ja, dan ga je ook mee. We gaan met je mee. Dus dan gaan we met me mee. Dan wil je nog een keertje heen in de wereld. Florida. Oh, wil je naar, Disney World? Ja! Oh, dan ga ik met jou mee hoor. Beloof je dan ook te vloggen? Ja. Top. Nou, dan moet je nu naar papa en mama kijken. Oh, dan staan die op beeld. Ik maak een gouden video. Hi! Nou, dit is George van Fijne Vrienden. Hi jongens. Ik denk dat jullie allemaal kennen en ik heb drie vragen voor je. Vertel. Waarom ben jij YouTube begonnen? Dat is eigenlijk een hele goeie, maar ik heb deze toevallig een tijdje terug een beetje bestudeerd. En dat is, ik vind het echt heel tof om mensen te entertainen. Maakt niet uit of het is of ze nou om mij lachen of om wat ik doe. Het geeft je gewoon een lekker gevoel, weet je wel. Ik wilde vroeger altijd acteur worden. En ja, dit is toch wel een klein beetje de goede richting. Wat vind je het leukste aan YouTube? Wat ik het leukste aan YouTube vind is denk ik toch wel echt mijn kijkers. Want ik heb best wel veel contact met mijn kijkers en ik krijg vaak complimentjes. Je ziet dat bijvoorbeeld dat er een vriendengroep ontstaat door jouw video's. Dat is ook bij mij gebeurd. En dat is echt een heel top gevoel. En elke dag tweeten ze naar mij hoe tof ze het vinden dat ze mijn kanaal hebben gevonden. Het is gewoon iets wat mij een beetje voedt of zo. En wat vind je het moeilijkste aan YouTube? Het moeilijkste aan YouTube is, denk ik, je moet toch wel een klein beetje origineel proberen te blijven. Het is moeilijk, maar het is wel haalbaar. En dat doe jij heel erg goed, vind ik. Ja? Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is. Oké, bedankt. Yes? Ja. Ik heb ook die drie vragen voor jou. Wat vind jij moeilijk aan YouTube? Hoe gaat het met YouTube? Ja, goed. Ja? Ik hoorde ook al dat je best wel leuke fans hebt. Ja. Dat is toch super? Ja, geeft het je ja. Ook een bepaald gevoel? Ja, heel blij. Want ja, soms dan krijg je van die haatreacties, maar dan krijg je ook weer, dan gaat iedereen er bovenop, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat is echt heel leuk aan je vaste kijkers, aan je eigen community. Ja. En die slechte reacties, die moet je echt volledig negeren. Ja. Echt waar. Dat is één grote fout die heel veel mensen maken, dat ze zich te persoonlijk aantrekken. Waardoor ze het eigenlijk niet meer leuk gaan vinden en zo ook niet kunnen gaan groeien. Als je het wel negeert, en eigenlijk moet je die mensen uitlachen, omdat die gewoon... Het gebeurt bij iedereen, maar die mensen die zijn gewoon op zoek naar iets, die doen moeite om zoiets onder jouw video te zetten. Ja. Je moet ze gewoon uitlachen dat ze daar zoveel tijd in willen steken. Ja. Toch? Ja. Oké. Okay. Volgende vraag. Waarom ben je begonnen met YouTube? Om eigenlijk mensen te laten zien dat blind zijn niet zo erg is als iedereen denkt. Heel veel mensen denken als je blind bent, dan kan je gewoon niks. En dan, ja, maar dat is niet zo. Nee, maar dat geloof ik ook wel. Wat misschien wel moeilijk zou zijn als ik nu bijvoorbeeld blind zou worden. Zal ik in het begin waarschijnlijk moeite mee hebben, maar ik zal daar aan wennen. Ben jij blind geboren toevallig? Nee. Dat niet? Ik kreeg bij 11 maanden oogkanker. En toen is mijn eerste oog eruit gehaald. En toen ben ik het voor de derde. Toen werd ook mijn andere oog eruit gehaald. En Maar je bent er wel dus wel volledig mee opgegroeid? Ja. Ja, ja ik ben echt heel erg benieuwd wat wij gaan ook een keer samen opnemen. Ja. En jij hebt iets heel moois in bed over mij. Daar ben ik echt heel erg benieuwd. We gaan het nog niet vertellen, dat zien ze vanzelf. Yes. Dan heb ik nog één vraagje voor je. Je eerste vraag. Wat vind je leuk aan YouTube? Ja, alles. Wat jij ook zei, je kijkers vind ik ook heel erg leuk. Mm-hmm. Ja, daar heb je ook gewoon contact mee inderdaad. Ja. Nou, toch? Nou, heel leuk. Was dat het? Dat was hem. Groen, hè? Waar is de camera? George, ja. Maak jij de foto's dan? Ja.
Wie maakt de foto's? Nee, ja, nee. Ja, iedereen maakt foto's. Fotograaf! Ja, nou, we hebben een heel veel hier. Nee, ik wil mensen foto's. Ik maak nog een foto. Nee, ik ken deze grappen. Nee. Wacht. Hij maakt ze. Oké, ik ga proberen op de auto te klimmen. Ik zou via voorkant gaan. Want kijk, als je hier gaat via het wiel met je voet. Maar dan ben ik zielig voor de beer. Ja, nou die beer, kom op. Die beer is toch hartstikke dood. Maar dat vind ik vies. Geef die beer de kroeg. Straks gaat hij weer leven. Die zit in het dal. Oh. Hij rijdt zo weg hoor. Nee. Hoi Fred, kijk. Oh, ik vind het eng. Hoi Fred, kijk. Dat was eng. Kijk, hij duikt in. Trampoline. Ga er ook maar weer via de beer eraf. Ga maar weer via de beer eraf. Maar ik wil niet op de beer gaan staan. Ja, joh. Kom op. Ik zal de beer even... Oh. Leid hem af, Leizo. Het is niet zo hoog. Kijk maar waar ik ben met mijn schouder. En het dak is mijn schouder. Oh. Wacht even. Camera niet draaien, ik moet het zo doen. Ja, kom maar. 3, 2. Oh, ik hoop dat die erop staat. Joehoe. Mijn naam is Jolien. Jolien. Hoe heet je kanaal? We hebben eigenlijk een YouTube-kanaal. Ons YouTube-kanaal die noemt Jolien en Jenno. Eigenlijk is het Jolien geschreven, maar mijn naam wordt wel Jolien uitgesproken. Oké. Leuk. Ik heb 3 vragen. Ja, spannend. Ja. Waarom zijn jullie aan YouTube begonnen? Goh, eigenlijk is het omdat we een heel grote pretparkliefhebber zijn. En we reizen ook heel veel, dus nu hebben we een YouTube-kanaal waar dat we overal in de hele wereld pretparkfilmpjes maken, als ook waterparkfilmpjes. En daarbij doen we sinds kort ook nog eens geocaching-filmpjes. En geocaching is eigenlijk een soort van een schattenjacht in de echte wereld, via GPS. Dus eigenlijk een GPS-kanaal. Oh, leuk! Ja. En wat vind je het leukst aan YouTube? Ik vind het leuk omdat echt iedereen eigenlijk op YouTube kan geraken. Dus als er iemand woont in Amerika, die kan toch ook nog steeds de filmpjes terugvinden via YouTube. En dat vind ik wel heel erg leuk. En ik kijk zelf ook heel graag YouTube naar andere mensen over de hele wereld. Zo volg ik eigenlijk een paar mensen die gewoon dagelijks vloggen bijvoorbeeld, maar ik het gewoon leuk vind. Dus gewoon ja, heel handig. Dus ja, het is ook ja, via internet, dus je moet ook niet speciaal een abonnement ergens opnemen of zo, maar je kan het gratis bekijken. Ja. En wat vindt u het moeilijkste aan YouTube? Goh, het moeilijkste is denk ik dan toch wel abonnees krijgen. ja, dus het is natuurlijk in het begin dat ik een beetje uitziep. Ons kanaal is nu ook nog maar een klein jaartje oud en we zijn ook echt wel groeiende. Maar we proberen wel af en toe toch ook wel nieuwe abonnees te vinden of toch te krijgen. En dus ook omdat we het verhaal, maar eigenlijk... We zitten eigenlijk op YouTube omdat we het heel erg graag doen. Dus het is echt onze hobby. En dan vinden we daarom ook leuk om daar filmpjes van te maken. Leuk. Ja. Nog één keer YouTube-kanaal? Ons YouTube-kanaal is Jolien en Jenno. Jolien, of wel kan je het ook nog vinden onder Jolien Jenno? Ja, en ik ben Jenno. Hey Jenno! Hallo! Hallo. Jenno is er ook geraakt. Ik ben er ook. Ja. Hey, maar we hebben nog een leuk idee misschien. Dus, ja. Samen te... Ik had net een heel leuk ideetje gekregen. Heb je ook al verteld wat wij doen? Ja, onze pretparken en geocaching. Ja. En vind je dat zelf ook leuk om naar pretparken te gaan? Ja. Ik ga zondag met mijn opa en met vriendinnen naar Triplit. Oké, ja, leuk. Nou, dat pretpark hebben we nog nooit gedaan, dus we weten niet wat we daar kunnen verwachten. Wat heb je daar allemaal? Nou, een paar achtbanen en
Maar die iets harder. Een paar achtbanen en attracties. En sommige zijn ook echt heel eng. Uh-huh. En ook nog wel wat andere theaters zijn echt heel erg leuk. Okay. En waterboogjes en zo. Oh, leuk. Ik ken het pretpark niet eigenlijk. Misschien moeten we dat ook een keer. Daar moeten we zeker eens. Gaan jullie daar ook een filmpje maken? Ja. Okay, dat gaan we zeker checken. Op jouw kanaal. Dat gaan we zeker doen. Maar wat ons zo leuk leek, wat mij leuk leek, kreeg ik plotseling het leuke idee, is om eens met jou samen naar een pretpark te gaan. En dan is dan, dat jij eens zou kunnen vertellen tegen ons van hoe dat je dat ervaart. Ja. Want wat weten wij natuurlijk niet, want ja, hoe ervaar je dat om, om als blind meisje zeg maar, in een achtbaan te zitten of in een spookhuis te gaan. Want ja, wij zien het een beetje allemaal afkomen, maar voor jou is het wel meer een verrassing. Wat vind je daarvan? Leuk. Dan gaan we daar zeker eens werk van maken. Dan moeten we maar eens de mailadressen uitwisselen. En dan gaan we samen een video maken. Goed? Ja. Oké. Okay. Helemaal samenwerking. Ja. Nou, dit is Linda. En hoe heet je kanaal? Mijn kanaal is eigenlijk gewoon Linda de Munk. Dat is mijn voor- en achternaam. Oké. En waarom ben je aan YouTube begonnen? Ik was op vakantie op Texel met mijn ouders en ik vond het eigenlijk heel erg leuk om dat gewoon vast te leggen, want dan had ik dat later als herinnering. Een leuke vakantie. En ik zag heel veel andere YouTubers die ook al vlogden, maar dat was in 2010, dus dat is 6 jaar geleden. Toen was het nog helemaal niet zo heel groot. Maar ik dacht, nou, dat kan ik ook wel. Ik zag andere YouTubers en ik dacht, nou, dat wil ik ook doen. Ja, leuk. Ja. En wat vind je het leukste aan YouTube? Het leukste vind ik de lieve reacties van alle kijkers. Ja. Dat ze altijd heel blij zijn als je een nieuwe video hebt gemaakt. En ja, dat gewoon die reactie, die interactie en zo, ja. En wat vind je moeilijk aan YouTube? Soms is het moeilijk om te zorgen dat er elke week een video online staat. Dat je toch weer even soms moet bedenken van, goh, waar ga ik nu weer eens een video over maken? Dat je soms toch even, ja, geen ideeën meer hebt of dat de creativiteit even weg is. En dan is dat best wel lastig. Ja. Ja, heb je dat zelf ook? Of heb je altijd wel goede ideeën? Ja, soms. Ik vlog elke dag. Ja. En soms heb ik echt wel laatst ook zoiets van, wat moet ik nou doen? Want ik had eigenlijk niks, alleen school en huiswerk. Ja. En toen had ik gewoon allemaal filmpjes die ik nog niet online had gezet, allemaal achter elkaar geplakt. En dat vond ze allemaal best wel leuk. Ja, superleuk. Dus heb ik dat gewoon gedaan. Oké. Okay. Ja, nou, bedankt voor je antwoorden. Ja, graag gedaan. En waar moeten ze zich op abonneren? Nou, op Linda de Munk. Ja, ja. Linda. Ik ben benieuwd. We zetten het in de beschrijving. Yay! Nou, ik zit nu even op de auto. Kijk, dit is de auto. En dan kom je hier beneden. Ja. Het is superleuk. En dan hebben we hier nog meer. Meer. Dus dat is echt wel leuk. Het is hier echt superleuk. Het is bijna van de auto, maar goed. Het is hier echt ontzettend gezellig met alle mensen en iedereen. En al dat, oh ja. Ik ga nu nog een beetje om me heen filmen. Mooi plafond, hè? Mooie grond, hè? Okay. Dan gaan we weer rustig ronddraaien. En ik vind het echt heel gezellig. Aan het begin verveelde ik me. Maar nu vind ik het echt heel erg leuk. En school was vandaag ook wel te doen, ja. We zaten tot 2:55. Maar het is dus echt heel erg leuk. Doei! Nou, als eerste, hoe heet je? Mijn naam is Mo. En wat is je kanaal? Mijn kanaal is Mo Dutch 85. Leuk. Hoezo ben je aan YouTube begonnen? Ik ben aan YouTube begonnen omdat heel vaak mensen zeiden van, oh Mo, wat kan je eigenlijk toch goed je haren knippen en je haren stylen? En toen dacht ik van, ik wil dat wel aan mensen leren, maar op een grappige manier, want ik vind het leuk om video's te maken. En daarom. Oké. En wat vind je het leukste aan YouTube? Wat vind ik het leukste aan YouTube? Dat er zoveel verschillende mensen kijken van verschillende landen. En dat je het met hun allemaal kan delen. Dus ja, dat vind ik het leuke. En wat vind je het moeilijkste aan YouTube? Het moeilijkste vind ik om constant nieuwe video's te maken, want daar ben ik soms een beetje lui mee. Oké. Nou, ja, bedankt. Maar jij dan? Wat vind jij daar moeilijk aan? Soms wel ook wat je ook zei van die video's. Want dan heb ik bijvoorbeeld
laatst had ik niks, zeg maar. Had ik alleen een beetje school en huiswerk, maar ja, dat was niet leuk. Dus toen had ik gewoon allemaal filmpjes achter elkaar gedaan die ik nog helemaal niet had geüpload. Oh ja, en dat altijd vonden ze allemaal ook heel leuk, dus ja. Nou, het komt altijd goed uit dan, hè? Ja. Top. Abonneer. En andersom. En andersom. Ja. We zitten op de ruime, zo, de zeilviews die we hebben. Vertel eens, hoeveel zijn het er? Ik kan het niet, het zijn er zoveel, ik kan het op de kop bijna niet lezen. Heel veel miljoenen. Heel veel miljoenen views. Nu al. Terwijl we hebben er niks gedaan. Nee. Nee. Doen we een dansje of niet? Gaan we een dansje doen voor YouTube? Even. Gaan we doen voor de mes. Voor de mes. Die kant. Of weet je wat? We pakken hier even de trap. Stak naar me. Doen we even een rondtrap op de school? Ja. We zijn er weer. Ja. Yes, we zijn er weer. Je had een vraag. Ja. Hoe heet je? Erik. Hoe heet je kanaal? Mijn kanaal is House of Helen. Oké. En hoezo ben je begonnen met YouTube? Per ongeluk eigenlijk. Ik heb een keer een stomme grap gemaakt op internet en die ging viral. En toen gingen we een kanaal beginnen. Leuk. Toen dachten we, hey, als wij dit leuk vinden en anderen vinden dit leuk, dan gaan we dit gewoon elke week doen. Oké, leuk. En wat vind je het leukste aan YouTube? Het leukste aan YouTube vind ik dat iedereen het kan doen. Dus dat je niet rijk hoeft te zijn. Je hoeft niet stoer of knap te zijn. Je kan gewoon dit beginnen omdat jij het leuk vindt. En iedereen heeft dezelfde tools om het waar te maken. Leuk. En dat ben jij ook weer een bewijs van. Toch? Ja. Je hoeft helemaal niemand achtergesteld te zijn om succesvol te zijn op YouTube. Ja. Dat vind ik mooi aan YouTube. Ja. En wat vind je het moeilijkste aan YouTube? Het moeilijkste aan YouTube? Het moeilijkste aan YouTube. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Wat vind jij moeilijk aan YouTube? Nou, ik vind het ook niet echt heel moeilijk, maar af en toe heb ik geen video. Dan heb ik alleen maar school en huiswerk. Dus dan had ik ook laatst, zeg maar, had ik allemaal filmpjes achter elkaar gedaan die ik nog nooit had geüpload, maar nog wel over had. Ja. Dus ja, dat bleek ook heel leuk te zijn. Dus je bent heel strategisch eigenlijk. Toch? Als het dan even lastig wordt, weet je, hé, maar wacht even, zo en zo kan ik het wel doen. Ja. Vind ik heel slim. Weet je, die ga ik meenemen, die tip. Dat doe ik dat ook bij mijn video's. Oké. Okay. Ja? Top, dankjewel. Goeie tip. Ja. Goeie tip. Laatste tip. Bedankt. Graag gedaan. Ja, ook dankjewel. Ja. Zullen we de roltrap nemen of gaan we de lift? De lift. Komt ie, ja? Oké, knopje zit hier aan deze kant. Yes. Oké. We gaan de kelder. Joehoe!